kom ik in Rotterdam. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze vlog op Rotterdam Comic Con Ahoy. Europe, ja, ik ben niet alleen, jij hoort er ook bij. Ja, ik ben er ook bij inderdaad. Ik had je al net lekker in de intro te pakken, dus ik denk naar mij, dat is goed. Dus, het eerste wat ik hier zie, en dat ga ik nou eventjes gelijk even recht trekken. Gaat eventjes de camera, nou ik film gewoon zo. We hebben hem eindelijk gevonden, Ashy Boy. Meneertje Badge. Oké, laat me eens even vragen. Je hebt die outfit. Ik draai hem heel even om, dat is wel makkelijk. Je hebt die outfit. Ja? Ik heb deze outfit. Jij hebt die outfit. Ja. Waarom steel je mijn outfit? Zo stelen. Jij past hem niet. Hoezo past hij mij niet? Jij past me hartstikke goed, al 20 jaar. Nee, mijn outfit is jou niet goed. Hé? Nee, je bent mij helemaal niet. Dat mocht je willen. Hoeveel bedjes heb jij? 8? Goed in taak. Wauw. Hi. I'm busy with Burning Ash Ketchum. Smell you later, loser. That guy. So, just one second. Listen, Ashy boy, I have 24 badges. Loses me. But just keep that hat, okay? Just keep the Ash hat. This is mine. That's yours, mine, yours, yours, mine, mine, yours. Espion. No, Bach. Yes, sir. Espion. No. And Embryon. No. Altijd leuk. But anyway, yes. Yes. What is? Hey! Hey! Yeah. Hey! Hey! Jongens, dit is gewoon één teken. Blijf gewoon doorgaan. Hey! Zo. Oh, laatste keer. Hey! Dat was laatste keer. Sorry. Long time no see. Yeah, indeed. Well, actually, we wanted to go yesterday, but Breath of the Wild happens, you know. Yeah. I wish that was my excuse, because then I had actually played Breath of the Wild, but it wasn't. I feel you, buddy. Yeah. Tonight is going to be my start of the great adventure. Gelijk weer bij bekende grond. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang het geleden is, een paar dagen. Ik weet niet hoe langzaam ik ben met editen. Vergeet niet, Breath of the Wild happened. Wat ik nu op dit moment kan spelen, maar niet kan omdat ik op Comic-Con Rotterdam zit. Dat ik Breath of the Wild wil spelen, jongens. En voordat jullie gaan beginnen, maak er een video over, livestream het, weet ik het allemaal nog meer dan nee. Jullie kennen mijn regel, een jaar heeft het nodig voordat ik iets laat zien, want anders spoilers! Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar we zijn dus weer bij bekende grounds. We hebben de stand gevonden van René. Ja. Hey, ook al heeft hij dus nog zijn winkel, ja, dat is een stand. Jullie zien het hier, dat is een stand. Hij heeft het een beetje nou wat kleiner met de mappen, echt van losse kaarten. En natuurlijk met folders voor de website van ja, de kaarten verkopen, omdat de meeste dat staat natuurlijk in de winkel. Maar ja, het heeft toch nog altijd wel een hele leuke sfeer. En het is een gezellig knushoekje. Dus handen van René, daar hebben we het weer. En natuurlijk, daardoor heb ik geleerd wie. Hoi. Hoe dat je slim pakjes openmaakt. Doe even hoi zeggen, doe even zwaaien. Dus ja, en iemand is al achter mijn dek gekomen. Zijn dek, sinds nu even wat nieuwe kaarten heeft, is hij levensgevaarlijk weer geworden. Espion is graaf, hè? Ja, dus ik heb gemerkt, ik moest mijn deck ook gaan updaten, dus ik heb nu twee losse kaartjes heel veel gekocht. Ja, hij heeft Gregory gekocht. Inderdaad. Skogrunt, Gregory en zo. Dus. Yep. We gaan nog even verder even rondkijken. We nemen jullie gewoon mee, denk ik. Hoop ik, zal wel. Sorry! Maak me eigenlijk een beetje doof hier. Zeg iets dit, niemand verstaat je. Wat zei je? Bitch. Ja? Ja! Gaat-ie? Is hier best wel warm. Jo, toch? Nee, lijkt maar zo. Lijkt maar zo hoor. Waar is daar? Oh, daar is daar. Anna is familie. Helemaal niet, je bent helemaal geen familie van mij, joh. Hebben? Wat? Je zegt dat duidelijk. Arme Stitch. Psst, ik ben het, jongens. Ik ben het. Oh! So, if you want to be a Pokémon. Zou je zo voice actors gaan krijgen? Dus, maar blijf maar filmen, blijf maar filmen. Hij wil op de foto. Dat mag hoor, alleen ik ben geen Stitch, hij is Stitch. Ja. Alle twee. Ga maar dan. Naast hem staan dan. Ik heb wel een camera staan. Ja, dat kan ik wel. Keer terug, Stitch.
kunnen. Keer terug. Even kijken, wacht. Welke is naar links en welke is naar rechts? We hadden maar klaar uit. Nee, de beelden voor geen duim. Oké. En dan de andere? Goeie. Dat is een camcorder. Het is een... volgens mij is het een Sony, ja. Ja, ik heb dezelfde. Zo, kijk. Kijk even in je oren alsjeblieft, hè. Ik heb dezelfde. Jongen, jongen. Nou, hij bijt niet. Ik zou zeggen, kom maar bij staan. Nou, ik eet wel. Mij bijt hij wel, laat ik het zo zeggen. Nou. Ga erbij dan, ga mee. Papa een foto maken voor jou. Hier zo. Ik ben oorsupport. 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 Ja. Nou. Jullie zijn zo leuk. Even knuffelen, hoor. Ja, geef hem maar een knuffel. Oh. Oh. Zeg maar dankjewel, Stitch. Hartelijk. Zo lief. Leuk is die, hè? Hoi. Ja! Keer terug. Nee, echt, hè? Mijn helm zakte af, dus ik zie het echt. Stitch, keer terug. Hey, doe niet aan. Ik ga Ivy vallen. Ja, dat is toevallig wel zijn bal inderdaad. Ja. Nee, niet die op mij maken. Gedraag je, dan krijg je kinderen. Ik vind niks. Is dat zijn bal? Nou, ja. Één. Hé, nou, dat magisch. Je zit vast eigenlijk een beetje. Ik heb namelijk er nog eentje bij, hoor. Nou ja, meerdere, maar, maar ik heb deze ook. Hé, hey, die komt bij Bart vandaan, of niet? Sst. 13 minuten. Sluipreclame. 12,99. Tientje. En bij ons 12,99. Tientje. Oh, de ene Bart Smit is goedkoper als de andere. Jullie hoorden het lachen. Bij ons is dat echt 12,99. Nee, tientje. Wij zijn Intertoys. Deze hebben wij op Amstelveen gehaald voor een tientje. Oh. Oké. Okay. Nou, maar. Nee, want dit is bij de Bart Smit Amstelveen. Ja. Nou, maar. Nou, waarschijnlijk hebben ze voor het evenement toen toch een paar euro eraf getrokken dan. Bij de Game Mania was die ook overal 10 euro, dus het hoort gewoon 10 euro te zijn. Wij zijn nu Intertoys geworden sinds 3 weken. Dus nu... Oh. Hij was wel ooit. Moet ik nou zeggen overlopers of moet ik nou zeggen, ik weet het niet meer. De Bart Smit in Amstelveen is ook Intertoys geworden. Deze video wordt niet gesponsord door, dus wij hebben vrije meningsuiting. Meningsuiting. Don't sue us, don't sue us! Stel het bij bol.com. Wij worden ook niet gesponsord door bol.com. Maar dat doet die editor wel. En die baalt nu als een stekker, want het is weer 5 minuten minder tijd voor Breath of the Wild. In ieder geval, ik gooi jullie al eventjes naar de volgende scène. Ja. Doet hij het nog? Heb ik mijn camera niet gesloopt naar die Pokéball Warp? Ja, dat was ik vraag me eigenlijk toch af. Hij is weer met zijn Magikarp praatjes bezig hier. Ik heb echt alleen maar pin, hij ook. En nou, daar zo zat een pinautomaat. Doei! Maar Martien, zet hem je eigen. Oh, wacht even, je kan dan ook wel gewoon een heel team kopen, dan een heel euro. Dat, jij kan deze voor terugkrijgen. Zit er alleen niks in? Ja, als het... Wat je daar niet? Ik probeer het te dieren, Nee, sorry, ik speel zo'n Yu-Gi-Oh! Ik eigenlijk ook niet, maar ik speel het zo'n Misschien wil de kijker iets kopen? Ja, kijkers willen jullie het misschien. De beste Pokémon ooit, Magikarp. Hij is maar 10 cent per stuk. Met de speciale deal, 2. Voor de prijs van wel 3 Magikarps. Perfect toch? Ideaal! En ja, eigenlijk willen jullie natuurlijk gewoon een heel team direct. En dat kost maar een eurotje. Voor een eurotje dan ben je gewoon klaar voor alle toernooien die er maar zijn. Neem hem. Nou is gezellig. We hebben een Stitch zonder hoofd. En bedankt. Ik dacht dat Stitch veel kleiner is. We hebben ook perkamentus, dus... Ja, maar die is ook klein. Die is Stitch is wel klein. Ja, dat wordt gefilmd voor YouTube. Heeft u daar... YouTube is niet erg. We hebben perkamentus. Perkamentus, heb jij nog wat trucjes? Vertel. Heb je nog wat trucjes? Ja. Moet je opletten. Oh. Oh, nou komt het. Hier zie je niks. Ja. Doen we even zo. Kijk. Wauw. Wow. Hey. Kijk nou toch eens, hè. Ja. Dus alleen niet Harry blijven voortrekken, hè. Ook een beetje een andere. Ik trek Harry niet voor. Zo'n indruk kregen wij wel.
Oké, ik snap wel dat er een cameraploeg de hele tijd overal rondloopt en natuurlijk ons een beeld geeft, maar hoe zit het dan echt? Vertel. Ja. Voor jou. Nog. Komt er al eventjes een... Pachurichu. Nog. Ik denk dat Jolteon daar wel vriendje mee kan worden. Emoga, ik weet niet. Emoga? Nee, Emoga. Pachirichu was dat eekhoorntje. Dit is de vliegende van Black and White. Slecht. Is ook een eekhoorn, maar... Geen Pokémon trader. Slecht. Jolteon Maar als je dit herinnert, dan wil weten. Oh. You got him! Hey, je bent de trainer of je bent het niet, hè? Dus, hoi. Hoi zeggen. Ja, dat zie ik als een hooi zeggen. Vertaling, ondertiteling komt erbij, weet ik wel. Dus, maar goed, vertel. Vertel. Ja. Ik trek Harry niet van. Want? Ik trek de anderen ook niet voor. Oké, dus het is echt gewoon een beetje... Ze zetten de camera neer en ze doen net alsof dat, Harry. Nee. Die anderen, die doe ik een beetje te min. Het lijkt dat ik Harry Potter ben, maar dat doe ik niet. Je trekt gewoon de andere naar achteren. Dus. En heb je nou de laatste film ook gezien? Ik wel, ik weet niet of de kijkers. Ik denk het wel. Ik niet. En zo niet. Dus spoilers! Dit kan niet, hè? Dit kan niet. Hoezo, je hebt gewoon je dood gepikt, dat had ik al lang door. Nee. Jawel, had je gewoon gefaked. Kijk je wel eens de Walking Dead dan? De welke? Ik wist niet dat jij daar fan van was. Hij is oud, hij is geniaal en hij heeft altijd een nieuw paar sokken bij zich. Dus. Dankjewel. Ik heb gedaan. Stitch, kijk uit, want met je, die miauw die is zijn tanden kwijtgeraakt. Ja. De vinden van de Magic Cup zijn super hard. Auto? Nee, dat is geen eten. Auto? Film even door. Auto? Ik herstel hem wel heel eventjes. Auto? Oh, we zijn in de Poké Center. Oh, gelukkig. Bless jij maar weer gauw verder. Dus, Let's go, splash er weer vandoor. Wij gaan er ook vandoor. Ja, wij gaan ook nog even een rondje doen. Doen we gewoon zo, ik weet niet of het. Weet niet of het goed te zien is, dan moeten jullie het maar mee doen. Walking Cam. Jullie kennen de Walking Dead, dit is de Walking Cam. Ik krijg een hele lamme arm van. En het grappigste is, dan moet ik dadelijk heel eventjes mijn arm omhoog doen. Dus dat is grappig, want anders zien ze mijn stempeltje niet. Maar wij gaan dus nu weer heel eventjes terug de kom binnen, want ja, er is weinig beeldmateriaal gegeven. Maar het probleem is, het is ook het meeste eigenlijk allemaal shops. Dus kijk, en dat doe ik heel eventjes zo, dan kunnen ze mijn stempel zien. Heb je hem gezien? Mooi. Kijk. Daar gaat nog eens een keertje snel door. Nou, ik ga jullie heel eventjes gewoon een beetje, nou moet ik harder praten, want nou is mijn stem in één keer zachter, want dat is deze microfoon. Nou, jullie zien al... Als je zo je armen helemaal naar voren kan doen. Ik zou een stapje naar achteren doen als ik jou was. Een stapje naar achteren, je staat nou nog dicht bij mij. Ik kan 360 doen. Kijk, als je dit gewoon kan doen. Zonder iemand voor zijn kop te stoten. Dan heb je ruimte te veel. Dus, en dan zie je in één keer dat je een technisch mankement hebt. Ja, nou staat er op. En als er op staat, dan is hij aan het opnemen. We hadden net een technisch mankement. En ja, dat is leuk, maar ik heb hier. Net ging het soepeler. Dit is take 2. Dit is zo gescript en daar hou ik niet van. Ja, heel leuk Pikachu, maar Eevee. Ik bedoel serieus Eevee. Ik bedoel Pikachu, het is leuk. En jij zei net dat het heel cute was. Dit klinkt zo gestaged. En het past bij je haar. Zo niet gestaged dit. Nee. Het was geen herhaling van wat we net deden. Echt niet. Ik wil eventjes de thumbnail wel nog een keer. Ja, nog een keertje voor de thumbnail. Als jullie op de thumbnail willen, gewoon even stiekem in beeld komen. Ja, ik vind het al heel erg gezellig. Ik sta er niet op, dus dan is het al heel erg gezellig.
Maar nou moet ik dus toch nog heel eventjes een stukje extra gaan lopen. En ik ga niet die kant op filmen, want ja, ik heb kindervriendelijk... We houden het voor de jeugd die kijken. Hey. Dat wordt er zelfs al gecensureerd. Mij, ik ben zo kindvriendelijk dat zelfs dat soort dingen al gecensureerd worden. Kijk, hij weet hoe het moet. Dus wij lopen snel eventjes door. Ja. Oh, we gaan wel even fietsen. Ja, dat vindt Ivy leuk. Goed. Nou, er zijn dus heel erg veel stellen. Ik weet absoluut niet waar dat de fout is gekomen. Dus dat is dus juist net het probleem. Maar ik loop nog wel een beetje door, want het punt is... er zijn dus heel erg veel winkeltjes en stands, dat zeker. Maar er zijn een beetje te weinig activiteiten. Dus zoals Weerwolven van Wakkerdam of een grote gezellige game room waar dat je dus echt verschillende stands hebt. Vooruit dan, we hebben net... Ik weet niet of René er ook tussen stond. We need a conductor. You need a conductor? Ja. Oh, well, that's he's a conductor. Jongens, ik heb eventjes oude vrienden weer teruggevonden. Kennen jullie ze nog? Moetjest! En het allerbelangrijkste, dat vond ik heel even belangrijk om te zien. Ik krijg heel vaak van dat ik de verkeerde fluit om heb. Maar ik zie toch Pikachu duidelijk daar ook met zo'n fluit, hoor. Ik wil die heel vervelend doen. Ja. Ja, maar ik zeg jullie, het is een pokerfluit. Zo, eventjes dan mijn fluit nog eventjes goed in beeld. Kijk, gewoon up. Ah, jullie hebben hem vaak zo al gehoord. Oké, dat is nog iets heel anders. Maar goed, de reis is geleverd. Ja. Doetje, leuk om jullie thuis weer te zien. Hopelijk misschien weer een keer in een boxing, dat zien we wel. Dus, dan in één keer ben je bij zo'n hele mooie witte muur. Kijk, mijn werk wel met een witte muur. Ja, ik weet het. Ik moet er meer dingen ophangen. Ik wil daar nog een muziekinstrument ophangen. Dat was ik al geen, heel geen, lang... Geen schilderij van... Met... In ieder geval, jongens, we dwalen al gelijk af van spoor. We zijn weer teruggekomen bij Huizen Magikarp. Yep. Je ziet er in één keer heel anders uit. Moet ik een vest aan hebben? Moet ik een pet op doen? Nee. Ik ben ook volgens mij de mijne klaar. We zijn terug van Comic-Con Rotterdam en... Ja, ik moet zeggen, het was gezellig. Alleen, ik hoop dat ze inderdaad... Vergeet niet, het was hun eerste keer dus. Ik hoop zeker dat ze iets met... dat er meer bezigheden zijn voor de mensen. Dat is het enigste puntje wat ik heb. Vind ik wel een groot punt. Het is niet echt nitpikkerigheid. Het was echt een tijdje van, ja, we hadden rondgelopen. En het was ook te merken aan de bezoekers. Want het waren echt weinig bezoekers na een tijdje. Omdat, ja, je hebt een rondje gelopen. Ja, leuk. Nog iets anders? Nee, oké, doei. Dus ja, ik hoop dat ze daar wel wat mee gaan doen. Maar goed, zelf, ik vond het leuk. Ik hoop dat ze er meer mee gaan doen. En ja, heb jij nog iets aan toe te voegen? Nou, we hadden het ook wel gewoon het geluk dat alweer hele gezellige mensen waren gewoon. En ja, zolang het sfeertje een beetje goed is. Nou ja, de gezellige mensen maken het. Dus ja, we hadden ons zeker naar onze zin. Want ja, juist mensbaar. Plus, één ding was wel heel leuk. Er was een van de acteurs die aanwezig was. Game of Thrones. Game of Thrones, ja, sorry. Ik tenminste, heb we weten bijna zeker dat hij daarvan was, maar we weten het niet 100% zeker. Maar als het goed is, één acteur van Game of Thrones. Ik kijk het helaas nog niet. Ga ik nog ooit een keer doen, hoor. Dus stop maar met comments erop dat ik dat moet doen. Doe ik met alle plezier. Maar die vond het zo leuk hoe wij bezig waren. En hadden we heel veel een gesprekje mee. En vervolgens begon het helemaal in een acteersessie bij Steven. Ja, als ik eenmaal begin. ik begon inderdaad over tot ik... Voor Missy's neus stond het dat ik de eerste was met een espion. En die verzinnen, die verhalen, die verzinnen kunnen natuurlijk gewoon zo. En dat is gewoon leuk. Maar dat maakt inderdaad het heel gezellig. Dus. Hij vond het zo leuk. Hij pakte even later zijn telefoon erbij.
Ga door. En zei echt van, please continue, can I film this, please. Oh, this is so amazing. Ik ben ook weer een paar kijkers tegengekomen, dus leuk om jullie daar ook weer te zien. En ja, heb je nou zelf ook iets over Rotterdam kwijt? Heb je het leukste momentje? Ben je er zelf geweest? Wil je er een keertje naartoe? Laat zeker iets weten in de reacties natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk voor de video, als je daar de tijd voor hebt. En ja, nou zijn we dus geweest bij de Comic-Con. En bij de volgende con, ja, dat is Comic-Con, maar dan Utrecht. Ja. Het heet allebei Comic-Con. Het is wel een andere organisatie. Het is dus Comic-Con. En dit was Comic-Con. Europe, geloof ik. Volgens mij wel zoiets. In ieder geval, het is dus... Een andere organisatie, ja, dus maar ook in ieder geval, een Comic-Con. Er komt weer binnenkort ook weer een extra unboxing video. Dan moet ik dus deze video echt na die grote boosterbox unboxing... Shit, dat kost mij weer per F of 12 tijd. Maar dat maakt niet uit. Er komt nog een extra unboxing video. Ik heb ook de Moon Elite box, die heb ik dus gehaald. En daar komt dus weer een unboxing video van. En ik weet, Twilight Princess, het komt eraan. Terraria, het komt eraan. Maar ik ben heel eerlijk naar jullie toe, jongens. Breath of the Wild is er. Dus geef deze jongen ook eventjes een momentje. Ik heb echt wat het kan doen. En nogmaals, er komt geen video nog over. De eerstkomende jaar zeker niet. In verband met, ik hou het spoilervrij. En ik weet niet, ze kan een review maken. Eventueel die spoilervrij zou zijn. Maar jullie weten dat ik ben een let's player. En ja, ik heb gewoon die regel daarvoor gereden. Maar goed, genoeg geleuterd. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En natuurlijk, Erik, bedankt weer voor de gastvrijheid, gezelligheid. Geen probleem. Dus, en de Magic Cards. Gebeuren. Bedankt voor het kijken, jongens, en tot de volgende video. Doei! Die thumbnail is leuk en je sloeg tegen mijn hand.